Ik zoek de eerste foto waar ik een portret van gemaakt heb. Dat is een man met een duifje. Dit boek heb ik gekocht jaren geleden op een boekenbeurs in Brussel. Heel toevallig liep ik erop. En dat was iets dat mij direct aansprak, dat mij fascineerde. En de mensen die we hier geportretteerd zien, dat zijn dus allemaal mijnwerkers. En die worden allemaal geportretteerd, gelijk als dat toen gebeurde, in zo van die decors, zo'n 19e-eeuwse decors, met van die hele chique kleren ook aan. En je ziet direct dat die mensen daar dus niet in thuis hoorden. Er is iets geforceerd. Je ziet dat die mensen, mensen zijn met een leven achter zich, met een zwaar leven vooral. Je ziet vooral die houdingen die niet kloppen met het decor waar ze zich in bevinden. Grote, grove handen. Mensen die toch niet echt kunnen lachen blijkbaar. Allemaal zeer... Een beetje tragisch toch. En ja, dat boek sprak mij daardoor aan. En met dit boek en met deze mensen die mij enorm raakten, ben ik beginnen, ja, die beginnen tekenen. Dus als er iemand was die eruit sprong, dan ging ik die tekenen en dan ging ik die aanpassen. En zo is het vertrokken. Met de man met het duifje. Op een gegeven moment had ik zoveel portretten dat er natuurlijk het idee ontstond om een printenboek te gaan maken rond de portretten. En dan ben ik bij uitgever L&O gaan aankloppen en zij vonden dat het best een boek kon worden zonder tekst, dus enkel printen, wat ik heel moedig vond. Dus zo zijn we gestart met een selectie van een 20-tal in het begin, 20-tal portretten. En gaandeweg is die dan uitgegroeid naar een 30-tal portretten, omdat we het boek toch wel iets steviger wilden maken. Dus het groeide van dag tot dag. Dan belde Ton Tellegen mij op een mooi moment op met de vraag van wanneer maken we nog eens iets samen. Het is lang geleden dat we nog eens samen een project hadden. En hij had dus gehoord van dit boek en hij stelde zelf voor om teksten te gaan schrijven bij de portretten. En dan is hem een hele reeks... Ja, mooie teksten gaan schrijven die wij mochten plaatsen bij de portretten waar we wilden. Dus hij liet ons er ook helemaal in vrij om daarmee te gaan spelen. We hadden op de duur zoveel teksten dat we er te veel hadden. Dat we ook aan Toon gezegd hadden, nu moet je misschien een tekst maken die begint met ik wou dat ik kon eindigen of stoppen. Dat heeft hij dus ook gedaan. Het laatste tekstje begint dus op die manier omdat hij echt niet meer kon stoppen. Ik teken eigenlijk al heel mijn leven van kinds af teken ik hoofdjes, kopjes. Ik ben al zo lang geïntrigeerd door mensen, door te kijken naar mensen, naar portretfotografie. Ik ben al heel mijn leven geïnspireerd of geboeid door wat de Vlaamse primitieven deden, wat de vroege Italiaanse renaissance schilders deden. Het komt eigenlijk allemaal daaruit. Het boek moest er gewoon komen, denk ik, omdat ik al heel mijn leven die dingen opslorp. Heel mijn leven er gefascineerd ben en blijf. Ik vind iedere keer als ik opnieuw Piero della Francesca zie of zo, dat blijft dus echt. Dat komt geen sleet op. Er zijn zo van die dingen die voor eeuwig zijn. Maar ik denk dat ik die mensen, die kunstenaars, echt wel dankbaar moet zijn voor hetgeen dat ze mij hebben gegeven. De inspiratie, de woesting om daar iets mee te doen. Thank you.
De vraag is al gesteld geweest. Wat komt er nu naar dit boek? Ik ben er momenteel niet echt mee bezig. Ik denk wel dat er iets gaat uit voortvloeien. Dat voel ik wel. Er zitten nog heel veel portretten in mijn hoofd. Maar ik denk niet dat het echt de bedoeling mag zijn om nu gewoon Ik wou twee te gaan maken, bijvoorbeeld. Ik denk wel dat er iets moet groeien uit deze portretten naar een andere manier van portretten. Of meer dan portretten. Ik weet het niet. Ik denk dat dat gaandeweg wel zal komen. Daar ben ik eigenlijk nogal gerust in. Ik heb nu net een nieuw printenboek af waar ik eigenlijk echt op een totaal andere manier aan het werk ben gegaan. Ik heb nu net een boek gemaakt met een collagetechniek. Meer getekend echt, niet meer geschilderd, meer met kleurpotlood. En ik vond het echt toch een stap naar iets nieuws. Het opent inderdaad wel een nieuw perspectief, denk ik. Het feit dat ik nu in een echt museum mag exposeren, het museum Emmy Leuven, is zelf geen droom geweest. Ik vond het al geweldig dat ik vroeger in mooie bibliotheken mocht exposeren. Dit is dus echt wel, het is geweldig, gewoon weg. Het is iedere keer als je zo voor dat blad komt te zitten. Je weet nooit waar het naartoe gaat. Je begint te tekenen. Ik laat me inspireren door die oude foto's. En al tekenen kom je ergens en soms ook nergens niet. Het is nooit duidelijk of het iets wordt. Het is zo gaandeweg zie je het dus evolueren. En het is echt geweldig eigenlijk om te zien. Dus het is iedere keer toch wel een beetje een wonder wat er gebeurt op het papier. En het is toch wel een rijkdom, voel ik het ook voor mezelf, dat ik dit heb. Dat ik dit tot iets kan brengen dat veel mensen mag boeien en dat het een boek mag worden en een tentoonstelling. Ik ben er heel gelukkig mee.